Dit is Het Hertekamp, de podcast over SC Cambuur van de Leeuwarder Courant. Daar zijn we weer met een kerstverse aflevering van onze podcast. En let op, vandaag gaan we jou een glimlach bezorgen in deze aflevering. Want hoewel Cambuur komend weekend officieel kan degraderen en we dus ook vooruitkijken naar het duel met de FC Utrecht, is het toch een bijzondere week. Die van 3 mei namelijk. En dus is het alweer 10 jaar geleden dat Cambuur kampioen werd. Tijd voor anekdotes dus over die bijzondere mooie avond. René van der Wij, welkom. Weet jij nog waar jij 10 jaar geleden was op 3 mei? Ja, thuis voor de buis. En zat je toen ook met het zweet in de handjes? Nou, niet met het zweet, maar ik weet wel dat het heel spannend was. Of elders? Nee. Heb ik niet heel snel. Volgens mij ging het om Volendam. Ja. En die stond achter en dat was echt een hele aparte dag dat het ineens kon draaien. Ja. En aan de ene kant voelde je dat ging gaan gebeuren en het gebeurde. Ja, precies. Ineens stonden ze bovenaan tijdens de wedstrijd. En de rest is geschiedenis. Dat bespreken we zo meteen even verder. Want dan hebben we ook nog wat leuks. In plaats van over al het leed dat Cambuur heet, zoals zo vaak dit seizoen. Maar jongens, geef het nog niet op. Er is nog een vooruitblik op het duel met FC Utrecht. Want voor Cambuur is het dan wel over, maar nog niet voorbij. Het lijkt wel een songtekst. We hebben nog een paar vraagjes ook voor de vragenrubriek. Dus daar gaan we. Ja, René, een voetballoos Cambuurweekend. Hoe heb jij die doorgebracht? Nou, met de familie. Bij mijn schoonouders in Leiden. Dus een weekendje Rotterdam gepakt. Ah. Nou, dat is altijd wel goed. Weekendje Rotterdam, dat brengt ons ook automatisch bij de bekerfinale. Wat een mooi bruggetje. Ja, daar had ik wel bij willen zijn, maar het was helaas niet zo. Nee, 41 potje. Ja. Nou, je ziet inderdaad dat het... Het is niet meer een troostprijs. Nee. En er staan veel belangen op het spel. Dat zie je ook onderling. Ja. Met de spelers. Iedereen wil nu die kosten van kost die beker winnen. Ja. Omdat Feyenoord wordt natuurlijk de terechte kampioen. Ja, en als je Ajax en PSV dan ook niet eens de beker pakt, dan heb je gewoon een dramatisch seizoen gespeeld. En dat merk je dan ook wel op het veld. Ja. En daarover gesproken, jij hebt zelf ook een bekeravontuur. Het is vandaag woensdag 3 mei, als we dit opnemen. Jij moet vanavond in de beker. Dus ten tijde van het luisteren naar deze uitzending is al bekend hoe het jou is vergaan waarschijnlijk. Maar toch, nu wel een zweet tussen de... Nog steeds niet. Nee, ik heb vertrouwen in mijn spelers en wij weten wat we moeten doen. Ja. En ondanks dat het is Jubbega, eerste klas, zijn we eigenlijk aan de stand verplicht om te winnen. Ja. Nou goed, en zo gaan we er ook heen. Leg er verder vooral geen druk op, zou ik zeggen. Nee, maar het is zoals het is. Als ik 3-0 win, dan heb ik het nog niet goed gedaan. Dat weet ik tegenwoordig. Ah, jawel toch. Maar goed, wij moeten gewoon naar die finale. 3-0 tegen Jubbega zou het al prima uitslag zijn. Ja, nee, natuurlijk, dat teken ik voor. Tenminste voor jullie dan. Hè? Ja. Voor Jubbega natuurlijk niet. Sorry, Jubbega. Nee. Maar goed, we zullen pas achteraf weten hoe dit is verlopen. Waarschijnlijk wordt het hoe dan ook een bijzonder fenomeen, want je hebt de landelijke KNVB-beker al gehaald met Genemuiden natuurlijk. Ja, we zitten volgend jaar in de koker. Dus je ziet nu hoe het met Spakenburg is gegaan. Hè? Ja. En dat is natuurlijk fantastisch voor een amateurclub. Zo is het. Bijzonder. En bijzonder was ook die titel, die andere prijs, die kampioenschap heet. Namelijk voor Cambuur bij Excelsior. 10 jaar geleden. Het leek ons een mooi moment om daar even wat aandacht aan te besteden in de podcast. Het leven voor Cambuur supporters is immers zwaar dit jaar. En dus moet je dan soms terugvallen op betere tijden. Mooie herinneringen moet je koesteren. En daarom beginnen we even met een klein fragmentje voor de sfeer. Ja, René, dit was de selectie van Cambuur die midden in de nacht in het stadion het kampioenslied, of de welbekende kampioensdeuntjes en toontjes en gezang liet horen. Was jij daar toevallig ook bij, of niet? Ja, ja, midden dat in de nacht. Dat was wel kippenvel. Ja, dat was zeker kippenvel. Hè? Duizenden mensen die daar op het veld zich verzamelden. Dus, daar kijk ik dan wat eerder naar. Hè? Die spelers, dat is allemaal mooi. Ja. En die hadden het ook verdiend. Maar goed, het gaat mij erom hoe kijken die supporters daarnaar. En als je dan ziet hoeveel vreugde. Er zelfs tranen ervan daaraan overhouden. Ja. Ja, dat zit in hun hart. En dat is mooi om mee te maken.
Zeker, ja. Dat was een hele bijzondere avond voor iedereen die erbij was. Die weet het natuurlijk ook. Veel luisteraars van de podcast zullen zich ook dat in alle kleuren en details herinneren. Het begon al met de aanloop toen, René. Ik weet nog, als verslaggever, die hele week was ik er ook bij betrokken. Of bij betrokken, maar aan de zijlijn uiteraard. Henk de Jong, de trainer, die ging toen op maandag scoetsjes zielen met de hele selectie. Om een beetje de week ontspannen te beginnen. Om de druk eraf te halen. De media die mocht er ook bij. Ik weet nog dat een enerverend vaarttochtje was. Maar was een super relaxte sfeer. Ik bedoel, het ging over hele andere dingen ineens dan over voetbal die week. Ik sprak die hele middag met Tim Bakens over motorrijden, om maar eens een voorbeeld te noemen. Dus het werkte heel ontspannend voor al die spelers. Kon je meteen merken. Het typisch Henk de Jong. Ja. Ja, hè? Ja. Dus absoluut. Jij hebt dat soort ervaringen natuurlijk ook. Ja, nee, zeker. Ik heb zelfs een keer meegemaakt in een, eigenlijk een kampioenswedstrijd. Dat we die donderdag de training daarvoor, ja. Dat hij zag aan de warming-up dat het niet goed was. En stuurde ons naar binnen om een biertje te drinken in de kantine. Dat iedereen elkaar aankeek van, wat gebeurt hier? Hij zei, dit vind ik niks, ga maar naar binnen. Hij zei, laat zaterdag maar zien. Nou, die vonken, die vlogen het veld, joh. Hij weet precies hoe hij dat moet doen. En ook de openheid, weet je. Niet gesloten zijn. Laat zien waar je mee bezig bent. Ja. He, niet allemaal vijanden achter een boom zien staan. Nee. Maak mensen deel van het proces waar je mee bezig bent als club zijnde. En goed, daar is Henk gewoon een meester in. Ja. Ja, dat was wel tekenend voor hem. Dan die avond zelf, hè, dat was een bizarre avond. Volendam verloor van Go Ahead Eagles. En ineens was Cambuur kampioen van de Jupiler League, heette toen volgens mij nog. En ik weet nog dat Hans de Koning, trainer van Volendam, die was echt not amused. Want ze hadden het echt weggegooid. Overigens, een van de mooiste spandoeken ooit, René. Even een zijstapje, even een uitstapje. Van AGOVV. Waar Hans de Koning ooit trainer was. En je kent misschien het spreekwoord: in het land der blinden is één oog koning. Nou, bij AGOVV ging het toen heel slecht met Hans de Koning als trainer. En toen hadden zij ervan gemaakt: in het land der blinden is Hans de Koning. Dus ja, dat vond ik wel. Dat is me altijd bijgebleven. Je hebt van die spandoeken in het voetbal, jongens. Die blijven hierbij. Magistraal. Maar dit geheel tezijde. Cambuur werd dus kampioen. Had die avond een bijzondere spion in Deventer. Die Gerald van der Belt dan weer op de hoogte hield. Weet jij daar nog iets van? Nee. Anders mag jij een gokje doen wie dat zou kunnen zijn geweest. Een hele grote naam inmiddels in het Nederlandse voetbal geworden. En een kameraad van Van der Belt. Arne. Juist. Slot. Arne okay. Slot. Die was toen de spion van Cambuur in Deventer. Die zat bij Go Ahead Eagles op de tribune en die hield Van der Belt via de telefoon op de hoogte. En niet dat mensen niet wisten hoe het daar ging, maar meer zo van, is het al afgelopen, dat idee. En dus die gaf uiteindelijk het verlossende woord aan Van der Belt via de telefoon, dat het afgelopen was. En Cambuur stond toen zelf voor tegen Excelsior. Dus toen wist iedereen, hè, via Van der Belt, en eigenlijk dus via de huidige trainer van Feyenoord, werd bekend dat Cambuur kampioen werd. Nou ja, ik zag mensen met tranen in de ogen, beleidsbepalers die moesten huilen. Eén groot gekkenhuis, wat een ontknoping. Je zei het al, op het veld ook, in Leeuwarden later, ook mensen, emoties. Hè? Ja. Dat doet wat met de mensen, kampioenschap. Maar zeker op zo'n manier, denk ik dan. Ja, nee, maar dat is een sprookje. Mm-hmm. Hè? En volgens mij waren we absoluut niet een kampioenskandidaat aan het begin van de competitie. Mm-hmm. Ik weet nog wel dat Barto speelde en Schokker en Mark Dijkstra. Nou, die speelde ik een jaar of twee geleden daarvoor nog bij Harkemse Boys mee. Ja. Maar dat zijn wel jongens die weten van, hè, die waren ambitieus, die waren gretig. Hè? En dat zal denk ik ook een sleutelwoord moeten zijn naar volgend jaar. Ja. Ambitieuze spelers, maar die vooral heel gretig zijn. Ja. Hè? Niet van die ervaren spelers die denken dat ze weten hoe het moet. Je moet een mix maken. En Jurie Rozen was natuurlijk een knaller op het middenveld. Bakker was belangrijk. Martijn van der Laan achterin. Ja, ja, er stond wel een bepaald chemie in dat elftal. Hè? Ja, 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 ja. En mede ook door het trainerswissel en wat aanpassingen die hij doorvoerde. Andere keeper en zo naar de winterstop. Yo, dat zo zie je maar weer hoe iets ook kan omdraaien. Dat is ook weer het mooie van voetbal, hè? Ja, want we hebben volgens mij een wedstrijd of 10 achter elkaar niet verloren of zo. Nee, 8 wedstrijden zoiets. Dat was een dikke reeks ineens. Of 8 wedstrijden, 7 wedstrijden, zoiets. Nou, ze stonden ver in de middenmoot. Ja, precies. Ja, er was allemaal gedoe ook toen met de competitiestand. En lang verhaal, maar uiteindelijk dus Cambuur kampioen. Ik weet ook nog dat we als verslaggever samen met mijn toenmalige collega Daan Rieke, reed ik van Excelsior naar Leeuwarden om zo snel mogelijk in het stadion te zijn. Want dan krijg je al berichten door, hè, van nou, het loopt helemaal uit de hand, in goede zin van het woord, zeg ik er meteen even bij. En we moesten even snel stoppen bij de McDrive in Lelystad. En we hadden zo'n haast, René,
we gingen de verkeerde oprit weer op. Dus toen gingen we weer terug, zeg maar, de A6 naar het zuiden in plaats van naar het noorden. Dus toen moesten we helemaal wachten tot we er weer af konden en er weer op. En toen nog sneller naar Leeuwarden terug. We waren uiteindelijk op tijd. Maar jongen, het zijn allemaal van die dingen dat je denkt, het is 10 jaar geleden en dat blijf je tot in detail bij. Hè? Jij bent ook kampioen geworden met Buitenpost. Ja. Dat zijn ook van die dingen, dat kun je over 10 jaar waarschijnlijk ook nog elk detail van herinneren. Ja, maar je bent als spelersgroep en als staf ergens mee bezig. Heel jaar lang. Ja. En je probeert prijzen te pakken, iets tastbaars. Ja. Ja, en als je dan eindelijk kampioen wordt, ja, dat is denk ik een van de mooiste dingen die je kan gaan gebeuren in een carrière als voetbaltrainer of speler. Ja, helemaal waar. Ja, jongens, mooie beelden, mooie herinneringen. Zo kunnen we toch wel een beetje positieve draai aan de show geven, René. Want verder is het een beetje kom en een kwel, hè, tegenwoordig. Maar eervolle vermelding nog even voor Cambuur onder 21. Heeft de bekerfinale, het gaat wel heel veel over de beker vandaag, maar heeft de bekerfinale voor beloftes gehaald door winst op Feyenoord. Ik vroeg al, je zoon deed die ook mee, maar die zit nog in de onder 18. Ja. Maar mag wel een jaar blijven. Ja, heb ik uit hele goede bron. Ja. mooi. Wie weet ooit een nieuwe Van der Wij bij Cambuur in het veld. Dus dat zou leuk zijn, jongens. Dat zou heel erg leuk zijn. Maar goed, het gaat in ieder geval met onder 21 beter dan met het eerste elftal. Dus laten we daar maar even naartoe gaan, René. Want we kunnen er niet onderuit. Het doek gaat vallen waarschijnlijk. En misschien komend weekend al. We gaan vooruitblikken. Ja, de actualiteit is grauw. Want ja, 12 punten en 4 wedstrijden te gaan. De ploeg moet nog alles winnen. En dan moet Emmen of Excelsior alles nog verliezen, René. Nou, moet ik eerlijk zeggen. Ik zeg meteen er even bij voordat iedereen massaal wegklikt. Ze gaan het echt niet redden, dus ik ga je echt niet de uberras optimist uithangen. Maar als je het wil redden, dan moet Emmen of Excelsior dus alles verliezen. Nou, gezien het programma van Emmen zie ik dat nog wel gebeuren, dat die alles verliezen. Maar dan nog, Cambuur gaat niet alles winnen. Maar dan moet je 17 goals ook nog gaan inhalen. Ja, precies. Zoveel goals hebben wij nog niet eens gemaakt. Nee. Dus ja. Nou, ik lach erom, maar het is niet best, jongens. Nee, dus ja, dat gebeurt niet meer. Nee, jongen, dat kan echt niet. Nee, dat kan niet. Dat kan niet. Volgens mij, ik denk niet eens dat je, als zou je het willen, ik kan me niet voorstellen dat je er nog geld op kunt inzetten. Zo onwaarschijnlijk lijkt het me inmiddels. Dus, maar goed, maar los daarvan, René, van die 70 goals, want je hebt helemaal gelijk. Maar los daarvan, ze gaan ook niet 4 keer winnen, toch? Nou, dat lijkt me niet. Als je nu al niet zo vaak hebt gewonnen, bij wijze van spreken, dan gaat dat nu ook niet eens 4 keer winnen. Nee, daarom. En goed, ze zullen gewoon het seizoen voor zichzelf goed moeten afmaken voor de supporters. Proberen er alles aan te doen om nog een overwinning binnen te gaan slepen. Ja. En de thuiswedstrijden, die zullen toch belangrijk zijn. Ja. Ook voor jezelf. Ja. Om te laten zien wat je nog waard bent. En als jij nou nog 4 keer verliest, dat zou voor jezelf als speler. Ja, volgens mij kom je dan 2 dagen niet thuis uit. Nee. Nou ja, en voor de club zou het natuurlijk ook funest zijn in die zin dat er dan een hele nare sfeer. Ik bedoel, dan zeggen we wel eens dat het uitgaat als een nachtkaas, maar dit is nog de overtreffende trap daarvan als je nu nog 4 keer verliest. Ik bedoel, ja, dan hou er maar mee op bij wijze van spreken. Dat doe je natuurlijk niet, maar ik bedoel, dan zakt de moedje toch in de schoenen. Dan ontstaat er toch een sfeer van ja, bel maar af voor komend seizoen, weet je wel? En dat moet je niet willen. Je moet wel met iets van perspectief dan richting het nieuwe seizoen gaan, toch? Ja, maar je krijgt een compleet nieuwe groep spelers. Dus dat is niet te vergelijken met wat er nu speelt. Mm. En er zijn een paar jongens verlengd waarvan je weet, die zijn er nog. Hè? Zilla en Smit en ik noem maar wat. Ja. Van K misschien, hè? Die zal misschien al wel verkocht worden. Maar goed, op zich nu staat hij er op papier. Ja, weet je, gaat daar maar mee spelen. En laat die jongens maar in die zin laten zien wat ze kunnen nog. Ja. We hebben straks in de vragenrubriek, we kregen nog wat vraagjes binnen, die mensen uit zichzelf insturen. Dat is ook altijd leuk. Gaan we er ook even op door. Eerst even terug, René, naar Utrecht. Want je wil het goed afsluiten, zeiden we net al. Te beginnen bijvoorbeeld met die thuiswedstrijd van dus dit weekend. 3 punten thuis tegen een ploeg als FC Utrecht. Zit dat er überhaupt wel in? Op papier natuurlijk altijd. Maar hoe groot is die kans in de praktijk tegen deze tegenstander? Utrecht speelt nog voor de play-offs. Mm-hmm. Die heeft dus alles nog om wat te spelen. Dus daar staat wat spanning op. Ja, en Utrecht thuis en uit is wel een wereld van verschil. Uh-huh. In Utrecht, daar zijn ze gewoon goed.
En uit kunnen ze zomaar hele rare uitslagen neerzetten. Het is sowieso een hele wisselvallige ploeg dit seizoen. Hè? Maar dat is al jaren zo. Ze krijgen die stabiliteit er niet in. En ze halen elk jaar weer één of twee ervaren goede spelers. Dat je denkt, nou oké, nu Torenstra weer ineens. Ja. En Bas Dost hebben ze gehaald. Kleiber komt weer terug van Ajax. Ja, weet je. Dat zijn wel jongens die hebben wat meegemaakt. Ja, of ze halen spelers die net over hun top zijn en daardoor niet brengen wat je qua naam van ze kan verwachten. Nou, en dat moet je dus volgend jaar bij Cambuur absoluut niet voor elkaar gaan krijgen. Mm-hmm. Je moet zorgen dat je dat niet hebt. Ja. Want dan krijg je misschien wel hetzelfde. Je moet echt naar gretigheid zoeken, naar talent die gewoon ook nog beter willen worden. Ja. En Luc Brouwers hebben ze op een gegeven moment gehaald van Goat Eagles. Vond ik echt een goede middenvelder bij die Eagles. Ja, Cambuur. Was Cambuur ook nog maar bezig geweest. Ja, Cambuur wilde hem ook hebben. Alleen veel geblesseerd geweest en speelt nu wel weer de laatste tijd. Ja. Van de Streek natuurlijk. Ja, ben ik gewoon een fan van. Ja. Op een top prof. Ja. En goed. Dat zijn wel jongens die daar kan je wel verder mee. Alleen die zal er straks ook na het eind van het zoen een nieuwe uitdaging gaan zoeken. Ja, ik had al verwacht dat Van de Streek al verder zou zijn. Zeg maar tegen deze tijd. Maar hij heeft niet altijd alles gespeeld. Is toch een beetje zijn spel. Als trainer moet je daar fan van zijn. Ja. Nou, als een lopende, diepgaande nummer 10 ben ik als trainer fan van. Want je brengt altijd wat... Ja. Wat in de verdediging van de tegenstander, dat ze denken, je moet overal op gaan letten. Sommige trainers willen dat niet. Die willen liever een spelverdeler hebben. Maar goed, dat kan ook. Dat is keuze. Ja, nou ja, het is wel een voetballer die past bij het moderne spel, toch? Absoluut. Dat is ook zo. Maar genoeg over zeg maar de lof voor Utrecht. Want Utrecht, dat is een ploeg die ook zo zijn zwaktes kent. Waar vinden wij een manier om Utrecht te verslaan? Nou ja, we zullen gewoon mee moeten gaan voetballen. Mm. Hè? Dus je zal gewoon druk moeten gaan zetten. Ik vind ze in de opbouw vind ik ze best onrustig. Hè? Dus dat ze snel de bal kwijt zijn onder druk. En dat is vooral met Van der Hoorn. Ja, Viergever hebben niet echt de snelheid. En Viergever vind ik nog wel op zich heeft een goede trap. Maar goed, als hij moet omschakelen, daar heeft hij dat vindt hij niet prettig. Nee. Hè? En de backs zijn altijd weg bij Utrecht, dat weet je, die zijn onderweg. Dus in de omschakeling krijg je de ruimtes. Nou, op het middenveld, je zou moeten gaan opletten voor de diepgang van de Streek. Maar wanneer die heel veel diep gaat en je hebt het centrum gewoon goed staan, dan kan je vanuit de tweede bal spelen. Ja. Goed, en dan heeft het middenveld van Cambuur best met Van Kaam. En ik hoop voordat hij weer eens op het middenveld gaat spelen, dan heb je gewoon het voetballen en vermogen. Ja, maar dan krijg je ook de ruimte voor jezelf om te voetballen. Ja, je moet opletten op stand situaties. Maar dat is andersom ook zo. Want bij Utrecht krijgen ze daar ook wel aardig wat goals tegen. Ja. Het hangt er vanaf of Dost gaat spelen. Dost, dat is niet iemand die echt een pure drukzetter is. Doefikas is toch meer een loper. Mm-hmm. Dat is even afhankelijk wie daar gaat spelen. Bouzaïd aan de zijkant. Ja, het is technisch. Maar je weet, die gaat in de bal spelen. Dus je kan wel druk vooruit gaan zetten. Dus je kan best wel met wat ruimte in je rug gaan spelen. Zeker als Dost ook nog gaat spelen. Ja. Dan moet je alleen op Van de Streek letten, want die duikt de hoeken in. Ja. Maar van de aanvallers hoef je dat niet echt te verwachten. Dus het is even verwachten of Boet speelt. Dat vind ik een goede speler. Maar speelt ook in een vrije rol. Dus het is wel een team dat wel door elkaar heen gaat draaien. Maar daardoor staat de organisatie ook wel eens verkeerd als ze de bal verliezen. Ja, je zegt het net al. Tegen zo'n ploeg als Utrecht, dat had ik hier ook staan. En we beginnen er weer over, dus mensen worden er misschien moe van. Maar dan zou je toch zeggen dat je dan juist een voor nodig hebt op het middenveld. Voor het bestrijden van deze ploeg, toch? Ja, maar goed, het is ook... Wat krijg je dan aan de zijkant. Ja, maar goed, dat is de staf die vindt dus dat daar voorin niet een andere capabele aanvaller is die daar dat kan overnemen. Dus ze vinden hem de beste op die positie. Nou ja, dat is dan zo. Ja, want misschien vinden ze hem ook wel beter op het middenveld. Ook al vinden ze misschien ook niet. Maar stel dat ze dat vinden, dan kun je dus ook ermee te maken krijgen, precies wat je aangeeft. Dat je dus iemand op een plek moet zetten waar je hem liever niet hebt, maar bij gebrek aan anderen die daar kunnen spelen. Ik bedoel, Mahi kun je natuurlijk altijd links voor zetten als hij fit is. Maar als je met een opkomende back speelt, dat blijft toch een probleem. Ja, nee, absoluut, dat klopt. Wij zien misschien hem wel liever daar. Maar goed, als daar niet iemand anders is die dat kan invullen. Nee. Ik zou graag voor en van Kaam bij elkaar op het middenveld willen zien. Ja. Ook vanwege het voetbaltechnische aspect. Dan hou je wat makkelijker de bal in de ploeg. Exact. Die gaan toch naar elkaar op zoek. Ja. En wanneer je één op linker middenveld zet en de ander rechts buiten, spelen ze te ver bij elkaar vandaan. Zullen ze elkaar ook niet snel gaan zoeken. Nee. Want er zit altijd één of twee tussenstations tussen.
Ja, ja, ja. Kijk, een voor heeft niet echt de diepgang als een buitenspeler. Hè, bijvoorbeeld een Balk heeft dat wel. En voor heeft veel meer dat hij om de spits heen gaat spelen. Ja. Nou ja, dat heb ik wel de laatste tijd een beetje gemist. Dat iemand die echt onder de spits gaat spelen. Ja, ik vind hem voetbaltechnisch wat beter als Jacobs. Hè. Jacobs zou wat meer de diepte gaan brengen en zoeken. Mm-hmm. Maar goed, voetbaltechnisch vind ik voor veel aan de bal gewoon beter onder de spits. Ja. Ja, nee, dat is waar. Je kunt ook zeggen, je zet Jacobs en voor en Van Kaam erin als middenvelders. Ja, dan moet je wel heel erg op je restorganisatie letten. Ja. En dan ben ik benieuwd wie achter Van de Streek aangaat. Ja, precies. Dus dat is niet, dan is het middenveld niet kababel, complementair aan elkaar, zeg maar. Maar wie moet dat nu gaan doen dan? Hoedemakers? Nou ja, ik denk dat de trainer toch op Hoedemakers gaat beginnen. En kijk, Paulussen, die heeft de laatste wedstrijden daar niet mee gespeeld. Dus die zal daar ook niet gaan spelen, nee. Nu. Nee. Mits iedereen fit is. Ja. Maar goed, ja, ik denk dat Hoedemakers achter Van de Streek aangaat. Ja, ja, ja. Dus ja, de trainer kijkt toch nu veel met Hoedemakers en Van Kaam op het middenveld. En de nummer 10, ja, dat wordt een beetje wisselen. Ja. Je weet niet, Malheur heb ik al een tijdje niet gezien. Nou, Jacobs heeft de laatste tijd gespeeld. Mm. Je hebt Paulussen daar, dus jij hebt op zich nog wel aardig wat opties. Ja, dat klopt. En zou het voor bijvoorbeeld Johnson ook goed zijn als er iemand zoals voor onder hem speelt? Komt hij dan beter tot zijn recht? Nou, hij moet gewoon iemand bij hem in de buurt hebben. Ja. Kijk, als wij als Cambuur zijnde de tegenstander gaat druk zetten, dan komt Johnson vaak op de middenlijn te spelen. Nou, als je dan een lange bal gaat spelen, snap ik dat je iemand erachter wil hebben. Maar goed, hij krijgt heel vaak ook eens een bal onder hem en dan is er niemand bij hem in de buurt. Ja. Hè, dus ik zei al, een voor zal vaak bij hem in de buurt spelen. Ulrikus zal vaak bij hem in de buurt spelen. Hè, we hebben het nog niet daar gezien, maar doet hij bij Letland doet hij dat wel. Mm-hmm. Hè, Jacobs is vaak al onderweg. Ja. Ja, als je hem dan niet goed aanneemt, dan is het al vaak dat hij hem helemaal terug moet spelen naar of Van Kamer of Hoedemakers. Ja. Maar hij moet denk ik ook hem kunnen laten vallen dat je kan doorvoetballen. Ja, 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 helder. Nou hebben we het heel veel over tactische bespiegelingen, René. En de poppetjes, hè? Wie zetten we er neer en waar. Maar uiteindelijk maakt het niet zoveel uit, of dat maakt altijd uit, maar het maakt niet alles uit, als bijvoorbeeld het heilige vuur er niet is, zoals we dat zo vaak hebben gezien. Dat ze er wel willen, maar simpelweg ook niet kunnen. Maar los daarvan, het geloof in een goede afloop, dat hield de mensen misschien de afgelopen weken ook nog een beetje op de been. Zo van, het kan nog. Spelers zijn ook niet gekker, René. Die kunnen ook naar een stand kijken en tellen. En die weten ook hoe het zit. Denk je dat het geloof nu ook echt weg is? En zo ja, want dat moet haast wel weg zijn, zou je zeggen. Wat voor invloed zal dat dan hebben? Want waar haal je dan de motivatie uit? Want je mist een stukje extra motivatie nu. Nou ja, volgens mij haal je dat uit je hart. Mm-hmm. En moet je spelen voor jezelf. Zie je dat gebeuren? Zie je dat bij deze jongens? Nou, weet je, dat moet iedereen bij zichzelf oproepen. Mm-hmm. Dat is een stukje mentaliteit. Ja. En als je dat niet hebt, weet je, je bent profvoetballer, hè? En wat ik heb vaak gezegd, iedereen die moet nog een club hebben of die speelt nog om een club te krijgen. Ja. Ja, als je dat niet laat zien, ja, weet je, ik snap niet wat je dan op het veld doet. Geef het dan eerlijk aan de trainer aan en zeg ik ben niet 100% gemotiveerd. Ja. En knal dan die jonge gasten erop. Maar weet je, je moet met je hart spelen. Dit is een wedstrijd. Een wedstrijd speel je om te winnen. Ja. Daarvoor ben je profvoetballer geworden. Dus ik kan bijna niet voorstellen dat iemand in zijn gedachten heeft of in zijn lichaam van, nou ja, ik moet misschien iets minder doen of iets minder gaan doen. Ik heb geen geloof. Nee. Ja, weet je, met alle respect, we hebben het met elkaar, hebben ze het zo voor elkaar gekregen om onderaan te staan. Ja. Dus ja, wie ben jij dan om te zeggen, ja, ik heb er geen geloof meer in. Daar ben je al een heel seizoen mee bezig. Ja. Je moet je kloten eraan werken. Maar dan moet je dus ook zeggen hoe de zaken ervoor staan. Want ik bedoel, je moet altijd eerlijk naar elkaar zijn. Nee, en als zeker. Het niet goed is, is het niet goed. Zeker, maar als er nog een kans was dat je het kunt redden, dan kun je altijd nog dat als motivatie ook naar elkaar toe gebruiken. Zo van, jongens, het kan nog, weet je wel. Kom ja, op. Maar dat hebben ze vanaf de winterstop moeten doen. Ja, precies. En dat heeft dus ook niet te veel uitgemaakt. Nee. Maar dat kun je dus nu ook niet meer zeggen. Dus dan moet je misschien zeggen van, wat jij zegt, we zitten in deze situatie. Dat is om allerlei redenen zo gebeurd. Maar hoe gaan we dan nu die laatste paar wedstrijden aanvliegen? Nou ja, goed, ik heb trainer vaak genoeg aangegeven. Ja, weet je, we doen er alles aan en we geloven erin en er is een kans. Ja, weet je, en die werd met de week werd dat steeds kleiner en kleiner. Ja, daarom. Ja, Volendam vorige keer, 2 weken geleden al. Ja, toen merk je wel echt, ja, weet je, het is nu wel bijna klaar. Ja. Dus die zullen nu ook wel gesprekken met elkaar hebben gehad. Van, weet je, wat ga jij nu nog doen? Ja. Maak dan voor jezelf maar doelstellingen. Exact. Hoe jij de laatste 4 wedstrijden, of jij maakt 2 goals. Of jij gaat verdedigend je aspect brengen. Of je gaat de 0 houden. Of je gaat als verdediging. Weet je, je moet toch iets gaan creëren in een elftal, waardoor je die laatste 4 wedstrijden toch nog met resultaat naar huis kan komen. Want het is toch niet zo ineens dat ze beginnen 0-0 en dat ze er helemaal geen reet meer van kunnen. Het is heel moeizaam. Ze zitten in een heel moeilijke flow. Hè, de vorm is het totaal niet. Nou, dan moet je heel hard werken. Ja. Nou ja, maar dan kan je wel knijter en knijterhard gaan trainen.
Maar goed, heeft dat nu nog zin aan het einde van het seizoen? Dat denk ik niet. Dat had al moeten gebeuren. Ja, ja, ja. Hè? En nu moet je iets met elkaar gaan bespreken. Van ja, hoe gaan wij die laatste wedstrijden, hè, die thuiswedstrijden vooral, hoe gaan we het publiek nog met een positief gevoel naar huis sturen? Ja, nee, dat klopt. En je hebt gelijk hoor. Als je ook zegt van spelers, die moeten natuurlijk ook nog een club en zo. Dus die hebben zelf ook nog wat om te laten zien. Maar dat is ook weer het gevaar. Hè? Want als dan spelers denken van ik moet mezelf laten zien, dan ga je dus vooral voor jezelf lopen voetballen misschien. En niet met elkaar. En dan wordt het ook niet veel beter van. Nee, maar dan gaat je rugnummertje langs de lijn en dan ga je lekker op een bankje zitten, toch? Ja, dan word je gewisseld. Als je alleen maar jezelf gaat denken, dat is de andere kant. Je mag ze niet alle helft eruit halen. Nee, maar wel in ieder geval 5 keer. Ja, daarom. Dan heb je in ieder geval de helft te ondervangen. Maar het is wel triest genoeg dat we zo al erover moeten praten. Nee, dat is ook helemaal waar, joh. Ja, we moeten er ook maar wat. Er ook wat voor maken. Maar daarom zeg ik ook van je kunt nu niet meer van dat kan nog. En zo. Dat doet me echt denken aan vroeger dat je gewoon zelf voetbalde en veelal in de jeugd ook met van die gekke uitslagen die je dan wel eens had. He, dat je ergens bij wijze van spreken 5-0 achter stond met nog 10 minuten te gaan en dat dan de trainer langs de lijn zei kom op jongens, het kan nog. Dat je denkt van hou je bek man. Nee, dat kan helemaal niet. En dat moet je niet hebben natuurlijk. Want dan verdwijnt de motivatie ook met 10 stappen tegelijk. Dus ja, je moet je eigen doelstellingen creëren. Maar zeker het publiek vermaken, dat moet er één van zijn als je Cambuur bent. Je hebt nog 2 keer thuis. Precies, en die mensen die moet je wat bieden. Dus. Nee, maar ik denk dat ze gewoon vooral heel positief naar elkaar moeten zijn. De staf naar de spelers. Van ja, weet je, we hebben nog 4 wedstrijden en we gaan er gewoon alles aan doen om nog zoveel mogelijk punten te halen. Ja. Ja, en het publiek eigenlijk precies zo. Tenminste, ik zou dan naar het stadion gaan zo van, nou jongens, het is nog 2 keer thuis. Ja. Laat ik er dan ook maar van genieten. Laat ik dan die gasten ook maar wat aanmoedigen. En dan ligt het in ieder geval ook niet aan ons. Maken we er zelf wel een feestje van. Nou, als supporters zijn. Kijk, die club die vergaat niet. Nee. Hè? En volgend jaar, weet je, die knop die moet om. En natuurlijk zijn het andere tegenstanders. Ja. Maar je moet er weer staan. En je moet er alles weer aan doen om kampioen te gaan worden. Ja. En volgend jaar direct weer terug. Je ziet een Zwolle en Heracles. Een rustig, stabiel beleid. Goede spelers halen. Een mix van ervaring en jeugd. En je staat gewoon weer bij de eerste 2. Jongen, dat brengt ons ook weer terug bij waar we net over begonnen. Ik bedoel, het kan verkeren in het voetbal. Hè? Die titel van 2013, die vandaag dan 10 jaar geleden is. Zag ook niemand aankomen. Dus wie weet zitten we hier volgend jaar wel weer met van Hosanna, Hosanna. Je weet het niet. Je weet het niet. Dat brengt ons bij het volgende onderdeel, René. Want er kwamen wat vragen binnen. Dus laten we daar eens even naartoe. Want ja, die gingen ook over komend seizoen. Ja, ik gooi de beat er weer even in. Speciaal voor Maarten van Tuinen. Daar was hij weer. Jongens, de vragen. Ik heb er even een paar uitgepikt. Nee, ik had niet eens een oproep gedaan. Toch krijgen we vragen binnen. Dat is een goed teken. Dus dat is mooi. Dus excuus dat ik geen vragenoproep had gedaan. Maar ik had het ook wat druk. Ik zat ergens in Verwegistan. Maar dat terzijde. Dank voor de inzendingen. We pakken er een paar uit, zoals ik zei. Van Jan Dauma, René, die zegt... Zou het kunnen dat Charles Ulte als trainer zelf te veel hooi op zijn vork neemt... en daardoor misschien de boel juist niet naar zijn hand kan zetten... als in de categorie te veel van het goede? Nou moet ik zeggen, ik heb dit soort dingen wel eens gehoord... dat hij heel veel zelf wil doen. Dat is eigenlijk heel goed. Hij is heel bevlogen, dat is eigenlijk ook heel goed... Maar ja, het valt te prijzen. Maar overal waar te voor staat, zeggen ze dan, is niet goed. Te lief, te vriendelijk is ook niet goed. Weet je wel, dat soort dingen. Dus te veel zelf willen doen als trainer. Jij bent natuurlijk trainer, dus dit is een mooie vraag voor jou. Kun je als trainer te veel zelf willen doen en te weinig dus uit handen willen geven aan je staf misschien? Ja, absoluut. En dan is het dus goed bedoeld nogmaals. Maar dan schiet het dus door naar de verkeerde kant. Ja, want als je het dan moet omdraaien... En de andere assistenten, hè, die waren natuurlijk wat bij Henk waren die gewend om meerdere dingen op het veld te doen. Mm-hmm. En je ziet nu, en dat hoor ik ook wel, dat Ulte heeft alles gewoon ontzettend goed voor elkaar. Ja. Alles tot in de puntjes, een weekplanning, dat iedereen weet wat hij moet doen. Alleen, ja, hij zou sommige dingen wat meer los moeten laten, denk ik. En dat laat hij aan de fysio los en dat laat hij aan Barto los. En dat doet hij aan Boschaert en dat doet hij aan Alphen. En dan heb je iets meer een overkoepelende vorm van trainerij. Ja. Dus hij is iets meer een manager. Ja. Henk die liep overal wat tussendoor. Dat zag je wel op trainingen. Die ging soms met supporters staan te praten. Ja. Hè? Ja, ja. Omdat hij het vertrouwde op de jongens van jullie doen die trainingen maar. Ja. Ja, goed. En dat kan. Dat hij daarin, hij is nog heel jong. Dus ja, misschien moet hij daarin ook nog wel gaan leren. Ja. Hè? Ja, ja, ja. Ja, je merkt wel, hè, zoals Boschaert heb ik ook van de week gehoord, die miste dat wel een beetje, dat hij soms een vrije hand kreeg om een training te leiden. Ja, ja, ja. Dus dan is het een goede vraag.
Maar ik snap het wel, want ik vind het zelf ook heel moeilijk om dingen uit handen te geven. Ja. Want je wil dat het goed gaat. Ja. Maar dat betekent, je moet echt vertrouwen hebben in de mensen om je heen. Ja, dat is belangrijk. En dat heb je, want anders dan moet het niet jouw staf zijn. Dan had je moeten zeggen van, ja, luister, we nemen afscheid van bepaalde mensen, want ik doe het zelf. Ja. Maar je heeft Alphen nu bij hem. Ja. Maar goed, die zal dan op een of andere manier hem moeten ondersteunen. Maar goed, die zie ik niet op trainingen heel veel doen. Ik zie dan Barto en Bosgaard juist nog wat meer doen ook. Ja. Hey, dat klopt. Maar en hij heeft natuurlijk wel volgend jaar een assistent minder. Dus dan moet hij misschien... Maar als je dan nog meer moet doen... Dat wil ik net zeggen. Dan moet hij misschien nog wel meer zelf doen. Dus dan wordt het niet veel makkelijk van. Als hij nog trainer is van Cambuur, überhaupt. Je weet het niet. Maar goed. Dus een interessante kijk op de zaak inderdaad. Dan een vraag van Robert. Toch even, weet je wel. Stel dat Cambuur toch nog 16e wordt op bijzondere wijze, vraagt hij... Hoe schat jij, René, deze is voor jou, hoe schat jij de tegenstanders van de KKD dan in? Heb je daar een beeld van überhaupt? Nou ja, je ziet wel eens die wedstrijden op vrijdagavond. Ja. En dan komen ze wel eens voorbij schieten. En dan zie je wel eens dat je echt, dat Zwolle en Heracles stijgen er echt bovenuit. Mm-hmm. En Heracles heeft het nu ook gehaald, dus die ook weg. Ja. Nou, dan heb je Almere. Ja, dat is altijd dat ik denk van... Ja, in de competitie leuk, maar haal het nooit via de na-competitie. Nee. Op een andere manier is dat dan toch weer dat niveauverschil, dat is te groot. Ja. En nou ja, je hebt Willem II, ja, die doet het nu weer wat stabieler. Heeft een hele moeilijke, matige periode gehad. Wisselvallig. Ja, maar ook zitten weer wat van ervaren die, jongens. Ja, maar ook weer van die namen die je dan... Dat wil niet zeggen dat een goede naam dat ook goed levert. Nee. Kijk, en dan heb je... Onze vriend Erik Schouten zit er natuurlijk. Nou ja, die moest niet voor niks bij ons weg. Ja. Achteraf hadden we misschien nog wel moeten houden, want ja, die brengt wel wat voetbal erin. Ja. Maar klopt. NAC, MVV, Eindhoven. Ja, ik denk dat je daar ga je niet van verliezen. Nee? Nee, echt niet. Den Haag heeft niet eens gehaald. Nee, maar dat soort... Maar wat je vaak ziet ermee is wel dat de clubs die dan vanuit de KKD de play-offs halen, die zitten natuurlijk in de winning mood. Ja. Weet je? Hè, die zijn lang blij. Behalve als je bijvoorbeeld nummer 1 of 2 bent die dan de directe promotie misloopt, dan kom je ook niet lekker de play-offs in. Maar ik denk dat die clubs allemaal blij zijn, niks te verliezen, weet je wel. En dan kom je tegen Cambuur, die al, of Emma of Excelsior, wie dan ook, maar tegen de eredivisionist die het al moeilijk heeft. Nou, ik denk behalve dat als je Cambuur bent in dit geval, want als die de play-offs halen, dan komen die net zo goed met een flow binnen, want dan hebben die dus een wonder verricht. Dus zo ja, is maar het als Cambuur de play-offs haalt, dan winnen ze hem, dan gaan ze door. Ja, Emma, precies hetzelfde. Ja. Ik denk dat Excelsior het niet gaat halen. Okay. Omdat die gewoon te weinig voetballen. Die spelen echt vanuit de omschakeling. Ja, en ik denk dat dan Willem II gewoon meer kwaliteiten heeft. Hm. Ja. Ja, dat ik denk het ook. En Cambuur en Emmen willen toch iets meer voetballen. Ja. Dus ja, ik denk dat je dan gewoon meer kans maakt tegen dit soort teams. Ja. Klopt. Nog even ook wel een leuke vraag. Laat ik die dan ook nog even behandelen. Van DSCC, heel andere soort vraag. Wat moet er eigenlijk gebeuren onder de lat komend seizoen? Toen dacht ik van, hé, daar hebben we het eigenlijk nog nooit echt over gehad. Weet je wel, we hebben het heel vaak over spelers. Gewoon de spelers, zeg maar de voetballers. Contracten verlengen en dat soort dingen. Maar ja, wie staat er eigenlijk op goal volgend jaar? Goeie vraag. Nou, in ieder geval nieuwe. Ja. Dat is niet zo moeilijk. Nee, maar ja. Neem eens Brett Minima van onder 21. Wat moeten we daar nou mee? Dat klinkt oneerbiedig, maar ik bedoel het in goede zin. Misschien moet je wel zeggen, geef die jongen een kans om door te groeien. Misschien niet meteen als eerste keeper, maar wel als reserve zoals Pieter Bos er ooit bij kwam. En jaren kon wennen en een stap zou kunnen maken als hij daar aan toe is. Wat vind jij? Nou ja, goed, ik denk dat de keeper gewoon een van de belangrijkste posten is van een elftal. En dat zie je ook dit jaar is dat weer gebleken. Ja. En Minima doet het hartstikke goed bij onder 21. Hè. Blijkt ineens een penalty killer te zijn. Hè. Ja. Dat is hartstikke mooi. In de beker halve finale stapte die twee. Ik denk dat hij inderdaad nog echt wel een stap moet maken. Hè, om echt eerste keeper bij Cambuur te worden. Uh-huh. En daarin heb je gewoon wedstrijden nodig. En ik denk dat hij te weinig wedstrijden keept. Ja. Dus ja, tweede keeper zeker. Maar ik zou wel echt voor een ervaren man gaan. À la Stevens. Nou ja, je hoorde al in de wandelgangen van Os. Die werd benaderd. Ja. Dat ze wel op zoek gaan naar een zwaargewicht. Ja. Dat is bij Stevens ook gewoon goed uitgepakt. Ja. En ik denk dat wel heel belangrijk is. Ja, achteraf. Ja, maar het is allemaal achteraf. Ik weet het, jongens. Maar toch, hè, die hadden ze echt moeten houden, joh. Maar ja. Wachten. Ja, wachten. En geld. En money talks, bullshit walks, zeggen ze dan in de Formule 1.
Ja, dat klopt. Ja, maar als iemand niet graag wil, graag genoeg wil, ja, dan houdt het ook op, hè. Moet je niet achteraf kijken. Weet je, als hij heel graag bij Cambuur had willen blijven, dan had hij misschien ook wel genoeg genomen met minder. Ja. Hè? Of ze waren eruit gekomen met een omweg of wat dan ook. Ja. Nou, het is niet gelukt. Dus ja, weet je, aan de andere kant, ik zie hem nu ook bij ADO dat ik denk, nou, het is niet heel zeker. Er zaten wat foutjes. Ja. Van het weekend weer. En weet je, het is een stabiele keeper voor ons geweest. Hartstikke goed gedaan. Maar ja, het is wel een kwestie van ook willen, hè. Ja, nee, dat is waar. Maar je noemde al een naam in de wandelgangen van Os. Komt kort dichtbij natuurlijk. Ulte heeft met hem gewerkt. Ja. Ja, dat zegt ook wel iets. Dat ze dan juist met zo'n keeper gaan praten. Mm-hmm. Ja, goed. Het afwachten of dat gaat gebeuren. Er zullen meer keepers worden aangeboden. Er zullen meer keepers op een niveau van Os zitten. Of misschien wel beter. Zou het een goede zijn? Ja, ik denk dat het wel een goede keeper is. Hij heeft goede reflex. Maar ik hoor jou niet zeggen van, nou, als je die kunt krijgen, dan moet je hem nemen. Nee, dat vind ik niet een type Branderhorst of dat soort namen. Ja, die vind ik gewoon beter. Ja, ja. Hè, en Van Os, ja, dat is ook al jaren. Dan speelt hij wel eventjes, dan weer niet, dan weer wel. Dus er is ook iets met hem dat hij qua niveau het niet constant kan houden. En ja, misschien heeft hij juist wel een stapje lager nodig in de KKD. Dat hij iedere wedstrijd gaat keepen, dat hij weer kan ontwikkelen. Ja. Keepers hebben ook gewoon wel veel wedstrijden nodig. En dat zie je aan Joao, heeft niet veel gekiept. Ja, dat is niet goed gelukt. Ruiter, en of hij speelt wel of hij speelt niet. Of over tweede keeper en dan komt hij er weer in. Het is niet allemaal stabiel. Nee. Kan wel een voordeel zijn, denk ik. Dat je een keeper hebt waarmee je als trainer dan al hebt gewerkt. Ja, maar als het dan niet werkt. En als het niet lukt of als hij foutjes gaat maken. Dan ben je als trainer ook aan de beurt. Ja, precies. Dus ik vind dat altijd wel gevaarlijk. Oké, ja, zo kun je er ook naar kijken inderdaad. Ja, 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 ja. Het kan weer win zijn, maar ook niet. Nee, het afbreukrisico is dan wel groot inderdaad. Nou ja, hij krijgt een druk mee, een bepaalde stempel, hè. Ja. Want ja, hij heeft met de trainer samengewerkt. En de trainer moet natuurlijk ook nu nog eerst even een paar wedstrijden gaan winnen. Om het positieve weer een beetje omhoog te krijgen. Want het is wel een negatief beeld nu. Ja. Dan laatste vraag, dan toch even van Erik. Zijn er op dit moment spelers, René, waarvan jij denkt, die moet je alsnog wel houden of alsnog niet? Want er waren natuurlijk een paar jongens die geen contractverlenging kregen, maar dat wil niet zeggen dat niet alsnog kan. Hè? Ik noem maar zo even uit mijn hoofd, Paulus, Molen, dat soort jongens. Of zeg je gewoon van, jongens, laat maar zitten. Begin maar gewoon, even los van of ze goed genoeg zijn, maar begin maar gewoon met zo schoon mogelijke lei. Ja, dat zou ik wel doen. Dit is niet gelukt. We zitten al een jaar, anderhalf van het doorselecteren. Ja. Nou, dat geven ze nu bij de club zelf ook wel min of meer aan dat het had gemoeten. Ja, goed. De enige waar ik altijd een positief beeld van kan krijgen, dat is Paulussen. Maar dat is gewoon zijn manier van werken, hoe die doet, hoe die is. Ja. Ja, en die geeft altijd 100%. En ik denk in de KKD kan dat echt wel een hele belangrijke speler zijn, mits je hem ook belangrijk maakt op zijn positie waar hij moet gaan spelen. Ja. Aan de andere kant, ja, weet je, misschien is het goed dat hij ook een nieuwe uitdaging gaat vinden, maar er is echt werk aan de winkel. Kijk, je weet nu wat je met hem hebt. Ja. Ja, dan moet je een betere gaan vinden. Nou ja, dan moet je als scouting moet je op pad. Maar zo'n jongen maakt in de KKD wel 10 goals. Mm-hmm. En als middenvelder vind ik dat wel heel belangrijk, dat je goals maakt. Ja. Hij scheurt niet, kan hem meerdere posities uit de voeten. Ja. Nou, voor de rest zou ik niet weten wie je moet houden of moet verlengen. Want die zijn hier al jaren en spelen ook nu niet. Maar weet je, echt een topspeler. Nee. Aan de bal, maar die is altijd geblesseerd. Ja. Ja, daar kan je niet op bouwen, dat kost geld. Nee, zonde. Want ja, dat is verschrikkelijk. Echt heel jammer. Echt een hele leuke voetballer. Ja. Heb je gemist? Ja, ja, helemaal waar. Maar goed, aan de andere kant, wat ik zeg, een schone lei. Vanaf juli koppen we voor. En dan gaan we weer naar DTD. Ja. Dat is altijd weer het begin van het nieuwe seizoen. En ja, weet je, ja. De voorbereiding is gewoon ook heel belangrijk. Hè? Ja. Want wat voor spelers komen er weer? Iedereen gaat nu toch, ze gaan spelers aantrekken. Ja, wie is dat? Dat is altijd een spannende periode. Ja. Iedereen vindt dat mooi om mee te maken. En aan de eerste wedstrijd, dan willen ze ook die jongens weer zien. Ja. En dan weet ik ook zeker dat die koppen wel weer goed staan van de supporters. Ja, en we zullen er de komende weken op vooruitkijken. Daar niet van. Maar toch, nu we het er toch over hebben, René. Wat wel vaak het geval is, is dat je dan begint en dat je dan een halve selectie eigenlijk maar hebt. Hè? Ja. Hoe belangrijk is het nu dat juist als je er nu uitgaat, dat je dan vanaf het begin een selectie hebt die al bijna, of heel, op heel veel plekken in ieder geval, ingevuld is?
Nou, dat is ontzettend belangrijk voor een trainer en staf. Belangrijker omdat je met een schone lei begint en dus heel veel nieuwe spelers hebt. Ja, maar dat ga je krijgen. Alleen dat krijg je niet voor elkaar die eerste weken. Nee. Want er zijn spelers die wachten. Die wachten op een betere kans misschien. En je gaat toch wat hoger in de boom zitten, want je wil goede spelers halen. Ja. Maar ja, goede spelers, daar zal meer interesse voor zijn. Ja. Dus je zal met een heel goed verhaal moeten komen naar spelers. Je zal op tijd moeten gaan. Je zal blijven druk moeten zetten van, hé, we willen jou echt hebben. Ja. Ten koste van, dit is het plaatje. Het plaatje wat geschetst moet worden, dat moet goed zijn. Ja. Nou ja, goed, en je hoort in de wandelgangen, Rijnen is al bezig. Ja. Nou, ik vind dat ook niet meer dan logisch. Ja, Zwolle is kampioen, kom op, huppakee, aan de slag. Anders dan, ja. Ja, Diem is gepolst. Ja. Nou ja, goed, dat zijn dan spelers waar ze dan denken dat ze ons beter gaan maken volgend jaar. Nou ja, goed, ik denk dat Diem ook een prima speler is. Ja, alleen die gaat niet naar de KKD. Ik zou net zeggen, die gaat dan niet... Dus je moet wel reëel gaan kijken van wat voor spelers wil jij gaan aantrekken. Ja. En wie heeft er ook interesse? Ja. Ja, nou ja, zullen toch jonge talenten wezen. Ja, ja, nou ja, misschien wat we al eerder zeiden, moet je die blauwdruk van 2019 erbij pakken. Maar goed, je kunt niet alles maar klakkeloos kopiëren, dat snap ik ook wel. Maar je moet je wel ergens op baseren natuurlijk. Dus goede vragen jongens. Bedankt jongens en meisjes. Bedankt voor deze input. Dan rest ons nog het slotakkoord en dan weet iedereen hoe laat het is. Ja, de glazen bol competitie. Wie gaat er met de zegen vandoor? We zullen het de komende weken zien. Aan kop is niks veranderd na de laatste wedstrijd tegen Volendam. Iedereen staat nog ongeveer waar die moet staan. De meeste mensen die voorspelden wel het correcte resultaat in elk geval. Wij niet René, maar dat is niks nieuws de laatste weken. Nee, maar ik ga nu pas voor die eerste plek. Die laatste vier wedstrijden, dan wordt het spannend. Oh, zo. Dan moet je pieken. Oké. Dat gaan we beleven. Dan geef ik jou meteen het woord. FC Utrecht thuis, zeg maar. 2-1 winst. Zo, kijk. Ja. Ja, we gaan er weer vanuit. Nou, ik wou net zeggen, dit is... Die had jij niet gedacht? Nee, maar ja, aan de andere kant, René, als jij nog wat wil goedmaken op de mensen bovenin, zoals Sybrand Hamstra en dat soort lieden, ja, dan moet jij buiten de gebaande paden gaan voorspellen. Zeker. Nou, ik kan je uit ervaring vertellen dat het vrij weinig oplevert. Maar wie weet, ik help het je hopen. 2-1 winst dus, even zonder dolle. Dat zie je echt gebeuren op basis van... Er is weer een beetje rust. Ik denk dat het een beetje galant is. Ja. Publiek wat bieden. Ja, nou, dat 100%. Daar ben je in stand verplicht. Maar ik voel gewoon Utrecht uit. Ja. Dus Utrecht die uitspeelt, die vind ik gewoon echt minder dan thuis. En nou ja, goed, maak er een vechtwedstrijd van. Ja, in die zin ga ik tot nu toe helemaal met jou mee. Maar ik denk dat ze desondanks gewoon op basis van kwaliteit het niet kunnen winnen. Dus ik denk dat het 1-1 wordt. Nou, dan heb je dus zo'n wedstrijd dat je denkt, nou, leuk en aardig, maar je hebt er verder geen kloot aan. Aan de uitslag dan, hè? Dus dan moet je maar hopen dat het zo uitpakt. Ik wou eigenlijk eerder een troosteloze 0-2 nederlaag voorspellen. Maar ergens denk ik toch wat jij zegt, dat daar zit ook wel wat in. Nou goed, we gaan het zien jongens. Dit was hem. Dus jij zegt 2-1 winst, ik zeg 1-1. En dan gaan we dat bekijken. Dit was hem weer. Volgende week zitten we hier weer, René. Tenminste, dat is wel de bedoeling. Wie weet is dan definitief het doek gevallen. Wie weet zit jij nog wel in de bekerfinale. Dat help ik je hopen. En als Cambuur gewonnen heeft, dan was het de eerste zege wellicht van een bijzondere reeks. Je weet het niet. Maar goed jongens, denk in tijden van tegenspoed nog maar even terug aan waar we deze uitzending mee begonnen. Mooie herinneringen. Oh, sorry. Mooie herinneringen aan 10 jaar geleden. Dus die blijven altijd goed, René. Die moeten we altijd koesteren. Dus dankjewel. Dankjewel voor het luisteren allemaal. En wij zijn er volgende week weer. En tot dan, wilde ik zeggen. Dit was Het Hertekamp, de podcast over SC Cambuur van de Leeuwarden Courant en Sport Noord. Abonneer je nu via jouw favoriete podcast-app.